Dag dames en heren, het is tijd voor Slipstream. En ja, we zitten in een ander decor dan dat u van ons gewend bent. Maar ja, dat is omdat Formule 1 op zwart gaat, eigenlijk de hele autosport op zwart gaat. En dan wordt het lastig opnemen. Maar we hebben een tafel gevonden en een studio gevonden. En natuurlijk, Kees van der Grint is er ook bij. En Kees, ik wou maar beginnen met jouw voorspellende gave. Want we zouden het natuurlijk vandaag gaan hebben over de Grand Prix van Australië. En toen ik vorige week zei, volgende week gaan we het erover hebben. Toen zei jij meteen, ja, als hij doorgaat. Ja, en ik dacht eigenlijk dat je over die voorspellende gave wilde hebben. Dat Max zou winnen. En daarom had ik die oranje trui al klaar liggen. Maar die heb ik nu toch nog maar aangetrokken. Omdat ik McLaren support. Ja, want jij vindt dat zij eigenlijk de enige zijn die het goed gedaan hebben. In deze, als je van goed gedaan hebben kan spreken, ja. Dan sympathiseer ik heel erg met McLaren. Want die hebben zonder omwegen gewoon gezegd, nadat het eerste besmetting geconstateerd was, zitten wij rijden niet. Punt. Klaar. Brief gestuurd, wij rijden niet. En de directie heeft zich daarna ook ontfermd over, later bleek nog meerdere gevallen. En ja, dat vind ik heel erg goed. En eigenlijk een van de weinige lichtpuntjes in deze hele slechte affaire. Duistere situatie. Ja, duistere situatie. Ik bedoel, Kees, het is ook in ons land een hele moeilijke situatie. Dus daar vertoeft iedereen in. Maar Formule 1 heeft zich toch wel van de meest slechte kant laten zien. Ja, en laten we eens even chronologisch te werk gaan. En dan moeten we toch terug richting, naar mijn mening, de test in Barcelona, waar wij waren. Waar, daar werd bekend ook dat RTL Duitsland al zei, wij sturen geen mensen naar Vietnam. Dat werd later, werd dat de eerste vier Grand Prix's dat ze geen mensen wilden sturen. Dat werd door een aantal mensen ook heel erg gebagatelliseerd. Jij hebt erbij gestaan dat journalisten zeiden, nou, wij gaan ook niet. Daar is eigenlijk alles begonnen. Misschien hadden ze daarom moeten zeggen, jongens, zullen we gewoon eens niet gaan. Ja, goed. Achteraf is natuurlijk altijd makkelijk. Maar ik deel wel grotendeels. Overigens zijn er heel wat mensen, heel wat journalisten, die ook niet gegaan zijn, hè? Ja. Naar Australië en die maakten zich ook zorgen. Laten we Barcelona als startpunt nemen, want ik denk dat corona daarvoor al de wereld beïnvloedde. Maar feit is, hè, wij hebben met mensen bijvoorbeeld aan tafel zitten van Williams, die zich enorme zorgen maakten hoe ze überhaupt konden vliegen door de wereld. Ja. Hè, toen al. Nou, ik heb erbij gezeten dat iemand vroeg aan Chase Carey van wat denk je van de situatie? En dat werd afgedaan als, nee, maar wij Formule 1, wij worden toch niet getroffen door zoiets. Ja, daar heb ik met verbazing naar zitten kijken. Vandaar ook dat mijn voorspelling, ik had toch wel een ander gevoel. Dus ja, men had dat kunnen weten. En je ziet ook, hè, ook hoe Italië ervoor staat, stond en staat. Nou, Ferrari komt daar vandaan, Pirelli komt daar vandaan. Alfa Tauri komt daar vandaan. Allerlei dingen. En nu blijkt dus ook, nu is Ferrari totaal gesloten. Er worden geen auto's gemaakt, hè. Het racingteam ligt plat. Zo. Dus het is wel echt heel wat serieuzer dan dat de Formule 1-wereld in het begin in ieder geval naar buiten heeft gebracht. Ja. En dan zijn we in Australië en dan komt er een moment dat je die race moet afgelasten. Maar ja, hoe dat gaat, Kees. Jij zegt net, ik heb oranje aan omdat ik McLaren steun. Want zij zijn uiteindelijk de eerste die gezegd hebben, wij rijden niet. Maar er zijn ook een aantal, je zou bijna zeggen natte winden qua teams. Want die waaien met alle winden mee. Ja, maar hou dat even vast. Hè, want helemaal met jou eens. Maar hou dat even vast. Maar wat natuurlijk een hele vreemde situatie is, hè. En dat zegt ook wel iets. En daarom heb ik ook wat sympathie voor Hamilton. Voordat men naar Australië ging, heeft FOM bij monden van Ross Brawn gezegd, als er één team niet kan racen, dan gaat de race niet door. Ja. Ja?
Nou, nu krijg ik toch wel heel erg het gevoel dat dat dan toegespitst was op Ferrari. Want in Australië aangekomen kan één team niet racen. In dit geval McLaren. Ja. En er was nog op dat moment dat McLaren gezegd heeft, we rijden niet. Nog helemaal geen sprake van, de race gaat niet door. Nee, dan moet er weer in een hotelkamer vergaderd worden. Dicht bij elkaar zitten. Dicht bij elkaar zitten. Wij houden die anderhalve meter. Maar dicht bij elkaar zitten. En dat is waar je op doelt. Dan worden er geen besluiten genomen. Maar ik begrijp dan niet, waar is dan... Bernie als je hem nodig hebt? Ja, ook dat. Maar waar is dan die redenering van als er één team niet mee kan doen? Zij zei, als één team niet mee kan doen omdat ze er niet kunnen komen, of wat voor reden dan ook, dan gaan we niet. Maar McLaren heeft toen gezegd, wij rijden niet. En dat vond hij dan een andere situatie. Hè? Ja, maar zo kan het natuurlijk... En dan zegt Hamilton, ja, raar dat we hier zijn. Cash is king. Hè? Dat is ook zo. Daar had hij ook gelijk in. Aan de andere kant vind men vroeg aan hem, waarom zijn jullie eigenlijk hier? En toen zei hij dan, hè, geld bepaald. Ja, geld bepaald. Aan de andere kant, hè, toen had misschien zelfs een Lewis Hamilton moeten zeggen, voordat we gingen, jongens, als ik nou eens gewoon niet ga. Hij kan dat zeggen. Hè? Hij is de man. Ik denk als hij gezegd had, ik ga niet, zoek het uit allemaal. Dan was waarschijnlijk die hele Grand Prix sowieso afgelast geweest. Ja, nou ja, ik kan daarin meekomen, alhoewel het met te ver gaat om een speler, hè, zoals Hamilton, een belangrijke speler, te veroordelen dat hij gegaan is. Ja. Ik denk dat de organisatie, en dan is dat ook, hè, want die verschuilen zich ook, de FIA, want de FIA... Ja, daar komen we zo op, de FIA, want ik wil eerst nog even naar McLaren. Die zeggen, we rijden niet. Nou, dan zijn al die meetings en mensen tot 3 uur 's nachts aan het vergaderen en uiteindelijk hebben ze... Maar even voor de duidelijkheid, dan komt dus, wordt alweer gedraaid met woorden. Ja. Want er was duidelijk gezegd, als er één team niet mee kan doen, dan is het afgelopen. Nee, dus, en dan is het weer anders gezien. Ja, dus dan gaan ze stemmen. Dan gaan ze stemmen. Uiteindelijk 4 voor, 4 tegen. Een paar die niet gestemd hebben. En dan denk ik, of 3 voor, 3... In ieder geval, er was gelijke stemming. En dan gaat Toto Wolff nog even bellen met de voorstand van Mercedes. En die zeggen letterlijk, het is jouw beslissing, maar denk even goed na wat je beslist. Dan zegt Wolff... Ja, dat laatste weet ik niet zeker. Ik had begrepen dat ze vanuit Duitsland gebeld hebben. Nou ja, in ieder geval, de strekking van het bericht naar Toto Wolff was, jij beslist, maar let wel, wij vinden dit eigenlijk. Hè? Dus... Nee, correct. Hey, ik heb die brief ook gezien. Ja. Zo, correct. Die Mercedes of AMG Mercedes dan later heeft opgesteld. Maar ik had begrepen, maar ja, in ieder geval, uit Duitsland is er gebeld. Maar uiteindelijk wordt dan dus beslist, we rijden niet. Nou ja, goed, men verschool zich erachter. De meerderheid, hè, waarvan 2 teams gezegd hebben, ons maakt het niet uit, wij passen ons aan de meerderheid. Ja, dat is de meest makkelijke manier. Hè? Ja. Kun je het niet fout doen, hè? Nee, dan kun je het niet fout doen. Hè? En dan kun je daarna nog zeggen, nou ja, wij hadden ook wel gereden. Maar goed. Maar in ieder geval, ja, Mercedes, in dit geval Daimler, heeft de doorslag gegeven. En ik begrijp dat wel. Maar hadden die dat ook niet wat eerder kunnen doen, Kees? Ja, maar ik wilde net zeggen, ik begrijp dat wel. Want zo is dat heel vaak. Dat is mij ook wel eens gezegd met belangrijke beslissingen. Je begrijpt hoe belangrijk dit voor ons is. Ja. Ja, en dan kan ik een mening hebben, maar als de firma een andere mening heeft, ja, wie is dan ook Toto Wolff? Die heeft de boodschap begrepen. Ja, en dan vind ik het raar, en misschien ben ik de enige in de hele wereld die het raar vindt, dat vrijdagochtend Chase Carey pas in Australië landt, want die was in Vietnam. En dan denk ik, met mijn simpele brein, had hij niet beter eerst even naar Australië kunnen gaan, dat oplossen en op de terugweg langs Vietnam vliegen? Nou ja, ik vind ook, helemaal, of hij nou naar Vietnam geweest is of waar dan ook, ik vind het wel zoiets belangrijks. Ik vind vanaf, laten we zeggen, woensdag, hadden toch de topmensen die het voor het zeggen hebben, die hadden stand-by moeten zijn. Of het nou via video is, het liefste aanwezig. Ja. Nou, en dat een totaal gebrek aan onvermogen. Ja. Maar gelukkig hebben we dan altijd nog de FIA.
Ja, nou, het toeval wilde ook. Van de week belde iemand van de VIA voor iets anders dan. En toen kwam natuurlijk dit ook te sprake. En die zei: ja, dat is niet aan ons. Hè, om dat af te laten. Niet alleen Formule 1. Hè. En dat is, nee, maar Kees, en dat volgens de letter van alle reglementen is dat ook zo. Hè. De VIA kan het alleen afgelasten, zeggen ze, als er minder dan een aantal auto's rijden. Aan de andere kant, Jean Todt, die maakt zich heel veel zorgen over het aantal doden in het verkeer. Ja. Dan had hij hier toch ook iets meer op de voorgrond kunnen gaan staan. Of maar reglement is natuurlijk altijd heel makkelijk om je achter te verschuilen. Ja, maar dat doet hij. Want het is natuurlijk zo als al. Maakt niet uit of het nu de voetbalorganisatie is, autoraceorganisatie. Het maakt niet uit. Je hebt een voorbeeldfunctie. Ja. Hè, dat geldt ook voor de regering. Je hebt ook een voorbeeldfunctie. Nou, en als je dan je verschuilt. Nee, je kan dan op zijn minst zeggen: nou ja, oké, wij mogen niet. Het zegt je dan niet, maar onze mening is: we rijden niet. We rijden niet. Ja. Maar niets. Het was muisstil. Ja, raar, hè? Ja, en helaas, het gevolg was ook, nou ja, helaas, men had nooit eraan moeten beginnen. Maar helaas, we hebben geen motoren gehoord. Ik geloof een paar V8'en hebben vrijdagmorgen nog. Ja, de twee zitten er, die crashen ook nog, begreep ik. Ja. Dus Jean Todt verschuilt zich. Ja, ga door. Nee. We kunnen even een zijsprongetje maken over dus het reglement en verschuilen. Ja. He, want en natuurlijk, dit is vele malen belangrijker, corona, dan Formule 1. He, de wereld is helemaal in de war. He, maar wat helemaal ondergesneeuwd is de laatste dagen, is de Ferrari-affaire aan zich, met de motor. Nou, en dat is ook zo'n punt. Dat is dan weer een voordeel, hè? Ja, ik had liever dat we het daar meer over zouden hebben. Maar dat is ook zo'n punt, het reglement. Hè. Nu zegt de VIA weer, ja, het is niet aan ons om te bewijzen dat Ferrari illegaal is. Het is aan Ferrari te bewijzen dat we legaal, dat zij legaal zijn. Ja, dat is ook, dat zal allemaal wel als het reglement zo. Nee, het reglement is volgens mij dat de regelgever moet bewijzen dat je illegaal nee, bent. Nee, maar dat is wat. Dat is in mijn autosporthistorie altijd de regel. Dat lijkt mij ook, maar VIA zegt nu, het is niet aan hun. Ferrari moet bewijzen dat ze legaal zijn. Maar dat is toch een brevet van onvermogen, Kees? Nou ja, dat zijn er dan twee. Want hoe Melbourne gehandeld is. Hè, en eigenlijk nog, hè, want. De volgende is, nou ja, duidelijk, Bahrein gaat niet door. Nee. Vietnam gaat niet door. Wij hebben al vaak ook een beetje lachend gezegd in Barcelona tegen mensen. Let maar op, Zandvoort wordt de eerste race. Nou, het is geen voorspelling van mij, maar mijn gevoel zegt, dat wordt het ook niet. Nee, ik denk dat als je, Jan Lammers heeft daar in de pers ook het over gezegd, die zegt ja. De kans is groot dat het niet doorgaat op dat weekend, eerste weekend mei. Precies, maar zou het ook niet fatsoenlijk zijn? Er gaat zoveel geld in om. Er is zo'n belang, ook Formule 1, om dan ook Zandvoort of de organisatoren te informeren. Ja. Wat is het plan? Ja. Niets. Nee, we hebben dit plan. En kijk, Zandvoort, een heleboel mensen willen natuurlijk weten, wat gaat er nu gebeuren? Gaat het door het eerste weekend mei? Nou, laten we er maar eigenlijk een klein beetje van uitgaan dat dat niet gaat gebeuren. Aan de andere kant, Kees, als dat dan niet doorgaat, dan wil FOM, het circuit, de organisatie, die willen eerst een andere datum hebben. Het liefst waarschijnlijk in 2020. En als het niet gaat, dan verschuif je alles naar 2021. Als je die datum eenmaal hebt, dan moet je natuurlijk zorgen dat je eerst even alle hotelkamers alleen al in de regio blokt. Voordat andere mensen dat doen. Hè. Dus je moet een aantal stappen zetten. En de laatste die het horen, ja, dat zijn wij. Hè, ja. Want veel eerder hoeven wij het ook niet te weten. Nee, maar goed, maar laat ik zo zeggen. We willen het graag weten, maar we hoeven het niet te weten. Nee, maar ik denk wel dat die 300.000 mensen die ook een kaartje hebben. Nee, dat die tuurlijk. Toch ook zouden willen weten, wat zijn de kansen, wat gaat er gebeuren. Maar dat maakt me ook niet zoveel uit, hè, want dat voor die mensen ook, maakt dat ook vandaag, morgen of overmorgen niet uit. Maar ik heb ook begrepen, en dat bedoel ik eigenlijk meer,
dat we nog niet eens gesproken hebben. Nou, met... misschien nu wel, maar het viel vrijdag allemaal rauw op een dak. En vrijdag, ik heb de persberichten ook gelezen. Er komt van de FIA een persbericht dat we tot begin mei niet racen. En daarna waarmee weer wel. De Zandvoort doorgaat. En dan komt er van FOM een bericht dat we eind mei weer op gaan racen. Op dezelfde dag, hè? Op dezelfde, ja. Nou, dus dat is, dan denk ik ook, jongens, had daar even... Dat is wat ik bedoel. En dat zorgt voor onzekerheid. Hè? Ja, persoonlijk, weet je, de Grand Prix die echt heel veel, waar ook een heel groot vraagteken bij staat, is de Grand Prix van Monaco. Ja, tuurlijk. En dat is eind mei, en het zou mij ook niet verbazen, Kees, als ik FOM zou zijn, dan zou ik naar het circuit bellen in Zandvoort en zeggen, jongens, wat doen jullie dat weekend? Want het is veel makkelijker om de Grand Prix van Zandvoort naar eind mei te verplaatsen dan überhaupt de Grand Prix van Monaco op te bouwen. Want daar moeten ze nu mee beginnen. En Monaco zit ook helemaal op slot. Ja, nou ja, goed. Dus, maar ja, wij gaan dat hier aan tafel niet oplossen. Precies, en ik heb veel kritiek over hoe het daar allemaal gegaan is. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een mega probleem. Als je kijkt dat ons land, maar eigenlijk de hele wereld, plat ligt. Ja. Zo, dan... Het is wel een goede les, hè? Want heel veel mensen in Formule 1 denken dat de wereld om Formule 1 draait. Maar nu is het tot duidelijk gezien dat er ook een virus ook Formule 1 plat kan leggen. Wat eigenlijk, geloof ik, niemand geloofde. Nee. En het is nu ook een mega probleem. Denk alleen maar eens even wat voor een gevolg het heeft voor teams. Maar ook voor de hotels die je noemde. De impact is natuurlijk gigantisch. Niet alleen in Zandvoort, voor iedere locatie waar absoluut. Je een Grand Prix organiseert. Absoluut. En dan is natuurlijk wel de vraag, ja, hè, want wanneer start je? Dat is natuurlijk nu, je kan wel roepen, we beginnen in juni. Maar ja. Nee, en die planning ook. Maar nogmaals, ik vind zoals FOM via het begeleid heeft... verdient zeker niet de schoonheidsprijs. En er zijn genoeg voorbeelden van andere sportfederaties die dat heel wat beter gedaan hebben. Met uiteindelijk hetzelfde eindresultaat, dat er geen activiteiten zijn. Maar laat ik zo zeggen, daar winden mensen zich minder over op. Ja, nog even over het feit dat RTL niet ging, een heleboel mensen niet gegaan zijn. Er zijn ook persmensen gegaan, persmensen moet je mij horen, verslaggevers gegaan, die misschien 3, 4, 5 minuten zouden maken en die zijn toch afgereisd. Ja. Nou ja, wil je dat ook ik Nederlanders. Dat ik daar veel over zeg. Ik vind dat belachelijk. Ja, maar ja, dat geeft ook wel aan hoe men, zeg ik dan maar, in de wereld staat. Ja, dat je denkt dat de wereld dus echt om Formule 1 draait. Ja, ja. En dat is vaak het geval. Ik bedoel, dat was een van de dingen toen ik daar werkte. Dat ik ook dacht, jongens, maar er zijn wel meer dingen... Ja. Die een paar kilometer buiten het circuit al gebeuren. Hè? Ja. Heb jij ooit zoiets meegemaakt? Nee, nooit. Dat heeft niemand meegemaakt. We dachten dat Indianapolis, toen je met 6 auto's aan de start stond... het ergste was wat kon gebeuren, maar... Nee, maar ga jezelf naar. Ik heb dat ook nooit meegemaakt, gewoon in de maatschappij. Ik denk niemand. Nee. En daarom is het ook laat zeggen, wat de regering doet. Je hebt geen voorbeeld, hè? Er is geen boek om open te slaan. Maar dit kent zijn weerga niet. Ik dacht eigenlijk dat bijvoorbeeld Tsjernobyl niet zo'n fijne ervaring was. Maar dit is heel iets anders. Nee, ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb de oorlog niet meegemaakt, dus dat weet ik niet hoe dat was. Maar het is bizar, de straten zijn leeg. Dus nee, ik heb dit niet meegemaakt en in Formule 1 helemaal. En ik moet dan zeggen, als je dan het voorbeeld haalt, wat misschien... Nee, ik wil niet zeggen in de buurt, nee. Maar op grote afstand in Indianapolis dan. Maar dat is niet te vergelijken. Ik bedoel, dat was een beetje spannend. Toen je wegging dat er veel boze toeschouwers waren. Maar omdat er niet gereced werd, of maar met 6 auto's. Maar nee, dat wil ik totaal niet vergelijken. Nee. Een hoop mensen die geven een pluim omdat ze... McLaren, die zei, we rijden niet. Uiteindelijk Toto Wolff, die zei, jongens, laten we nou maar niet rijden. Er zijn ook mensen
Die hebben dan toch karakter. Die zeggen, ik vind dat er gereden had moeten worden. Ik ben het er niet mee eens. Maar Helmut Marko zei, we hadden gewoon moeten rijden. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik behoor dan tot de groep die zegt, het is juist dat er niet gereden is. Ja. Maar ik vind wel, compliment voor Red Bull. Hè, die hebben gezegd, wij hadden in iedere omstandigheid zouden we rijden. Ja. Nou, dat vind ik prima. Dat is niet mijn opinie. Maar die staan daar tenminste voor. Ja. Weet je? En dat andere kamp begrijp ik ook wel. Nee, ik kan allebei kansen begrijpen. Alleen nemen standpunt in. Maar nemen standpunt. Maar ik heb minder bewondering voor degene die zegt, ja, wij gaan met de meerderheid mee. Ja. Dat is geen houding. Goed. Hoe nu verder, Kees? Want we hebben het, laten we het nog niet eens hebben over de datum die geprikt gaat worden om het kampioenschap weer te laten beginnen. Maar bij Ferrari, en ik neem aan ook bij Alfa Tauri en bij Pirelli in Italië en bij Dallara, die alles voor Haas maakt, zit de deur gewoon op slot. In Engeland werken ze gewoon door. ja. Althans, de meeste. Maar daar is toch hoe moet je dat zien? Want het zou bijna oneerlijk zijn als Ferrari over een maand de deuren open mag doen en zegt, het eerste wat je moet doen is de vrachtwagen inlaaien, want we gaan racen. Hè, dus het is, je krijgt hele rare dingen dadelijk, Kees. Ja, je wilt technische verhoudingen. Ja. Ja, maar goed, daar is niet aan te ontkomen. Maar goed, ik denk dat het ook niet zo lang zal duren voordat we ook in Engeland fabrieken dicht moeten. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Nee. Ook die regering zal toch besluiten nemen. Maar ik denk veel meer dat het belangrijk is om te wachten. En niet te veel vooruitlopen. Te wachten hoe de wereld zich ontwikkelt. Hè. Wanneer is het duidelijk dat het corona op zijn retour is. Ja. Hè, dat is voorlopig nog niet het geval. Nou, en dat kan betekenen dat we helemaal geen Grand Prix doen. Het kan betekenen dat we er misschien 6 doen. Ja. Hè, er zou geen enkele reden zijn om in de winter te rijden. Want er zijn natuurlijk ook werelddelen waar dat dan wel kan. Ik kan me niet voorstellen dat we op Zandvoort rijden in december. Nee, maar Australië kan wel. Maar precies. Maar ik denk dat ieder plan wat vandaag gemaakt wordt, dat kan morgen weer in de prullenbak. Ja. Dus dat is zonde van de tijd, zonde van de energie. Ja, nou had ik over de hele situatie. Ik zat gisteren te kijken naar een persconferentie van een professor van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zei, wat men moet begrijpen is dat dit soort virussen, en die maakte een parallel met het Ebola-virus. Hij zegt, je moet dat virus altijd voor zijn. Dus wat je ook doet, je moet altijd meer maatregelen treffen dan dat je eigenlijk wil. Want het virus gaat altijd verder. Dus je moet niet pappen nat houden, gewoon stringente maatregelen. En dat hebben ze nu in Italië. En ik vind dat we dat in Nederland nu ook hebben. Misschien komt er nog meer aan, ik weet het niet. Laten wij het maar op ons af laten komen. Wij kunnen niet veranderen, Kees. Nee, ik denk, nee, daarom. En ik wens ook degene die de besluiten moet nemen veel wijsheid toe. Maar daarom moeten we ook wachten. En dan zien we. Dit is toch veel belangrijker dan hoe graag ik ook Max Verstappen zie winnen. Maar dit is toch veel belangrijker. Dan een paar dat eerst rijden. De wereld weer normaal wordt. Ja. En misschien een tip hebben ze bij de FIA en bij Ferrari dan tijd om nog eens een keer goed over die motor na te denken. Ja, en dan kan Jean Todt op zoek naar iets waar hij zich weer achter kan verschuilen. Want daar is hij heel goed in de laatste tijd. Ja. Mag ik niet zeggen, hè? Nee, oh nee. Ik moet daarom lachen. Hij kan wel achter deze tafel. Ja, Jean. Zit je de volgende week ook. Wij zijn er waarschijnlijk ijs- en wederdienende volgende week gewoon weer met de Slipstream. Je kan ons volgen 24 uur per dag, 7 dagen per week via alle social media kanalen. En we zijn er natuurlijk ook als podcast. Zoek hem op Spotify, de RTLGP Slipstream podcast. En dan eindig ik. Vorige week was ik het vergeten. Met Kees ben ik wat vergeten, namelijk Kees. Nee, niet echt. Ik denk wel dat we alles. Kijk, ik zou kunnen zeggen, maar nou, dat doe ik dan maar. Dat zelfs WSK Karting, hè, de organisatie. Nou, die heeft al een kalender. Die heeft besloten dat we niet tot een bepaalde tijd rijden. En voor het tweede gedeelte hebben we een voorlopige kalender gepubliceerd. En nou ja, of je dat nou vergeten bent, nee. Maar het is wel leuk dat zelfs zo'n kleine organisatie het toch beter doet. Ja.
Trek er lering uit, Jean Todt en alle andere mensen. Tot volgende week.